Is het voor jullie de eerste keer Security Bootcamp? Ja. Ja. Nee, ik ben al vaker geweest. Ja. Voor mij is het de eerste keer. Nee, ik ben vorig jaar ook geweest. Ja. Wat vind je ervan tot nu toe? Ja, leuk. Leuke keynotes gehad. We gaan zo meteen naar de breakout sessies, dus ik ben heel benieuwd wat staat te wachten. Leuk, echt interessante sprekers, ook internationaal. Nou, ik vind het een super goed georganiseerd evenement. Ik vind het een heel nuttig en een heel leuk evenement, ja, zeker. Ja, ik vind het erg leuk, erg interessant. Goede plek om mensen te ontmoeten ook überhaupt, en kennis te verzamelen en uit te wisselen. Nou ja, je ontmoet sowieso businesspartners. Je ontmoet mensen ook uit het werkveld, waar je eens mee kunt bomen. Hoe zit het bij jullie, hoe lossen jullie het op? Ja, ik vind het heel leerzaam sowieso voor mezelf als engineer zijn om goed op de hoogte te blijven van de markt. Heb je nog iets in de planning staan of iets waar je echt naar uitkijkt? Ik heb de tweede sessie is over hoe hackers denken en wat ze doen om je aan te vallen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Elastica vind ik wel heel interessant. Binnen ons bedrijf is er wel echt vrijheid qua apps. En we kunnen eens kijken of daar misschien iets tegen te doen is. De nieuwe wetgeving, zullen we zeggen, en de implicaties daarvan. Want niet alles is even duidelijk. Ik kijk heel erg uit naar, daar ga ik zo meteen heen, naar de nieuwe wetgeving die eraan komt. Met name om het melden van datalekken en de omgang daarmee. Nee, niet specifiek. Nee. Het is meer algemeen interesse en kennis opdoen eigenlijk. En kijken wat er voor nieuwe ontwikkelingen in de markt gezet worden.